Jan Walen, je hoorde al in de reportage, je bent nu op het busstation in Eindhoven. Het is spitstijd. Hoe is het daar? Is het chaos? Nou, het is niet echt chaos. Je ziet dus wel enkele bussen rijden. Hier in Eindhoven heb ik de indruk dat het vooral de sneldiensten zijn die wel rijden. En wat je veel ziet is mensen die hier even met hun auto stoppen om iemand op te pikken of af te leveren die niet met de bus naar het station komt. Ja, het gaat dus om die nieuwe cao. Hè. Wat is nou het probleem eigenlijk? De chauffeurs willen meer loon, maar vooral willen ze dat er minder werkdruk is. Dat vertelde de stakingsleider uit Eindhoven ons. Veel gebroken diensten, veel maaltijddiensten. Veel mensen met kinderen die kinderen die telkens 's avonds thuis als de kinderen in bed liggen. Overlappen van rusttijden die net aan elkaar gelinkt zijn. Precies die 11 uur of 11 uur en een minuut. Het is allemaal veel en veel krapper geworden in al die jaren. En ja, dat niet alleen, maar ook de ritschema's zijn veel strakker geworden. En dat betekent dat een chauffeur extra zijn best moet doen om op tijd te rijden. En als je dan bijvoorbeeld een keer een passagier in een rolstoel hebt die je even wilt helpen, dan raak je vertraging, dan loop je vertraging op. En dan moet je alsmaar haasten om vervolgens dat toch weer te kunnen inhalen. En dat lukt de volgende rit niet, want die zit er meteen achteraan. En dus gaat het ten koste van de pauzes. En bovendien, door al dat gejakker, is het ook niet goed voor de verkeersveiligheid en dus ook niet goed voor de reizigers, zeggen die buschauffeurs. Dat vertellen ze ons allemaal als de camera niet aanstaat, want ze durven het niet voor de camera te zeggen uit angst voor represailles van de werkgevers. Ja, zoals het vandaag was, hè, in de provincie, denk je dat het ook het beeld is van de komende dagen? Ja, morgen en overmorgen zal het naar alle waarschijnlijkheid ongeveer hetzelfde zijn. Want de bonden hebben aangekondigd dat die staking inderdaad 3 dagen gaat duren. En wat er na vrijdag gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk.